Hallo allemaal, welkom bij de White Goblin Games woonkamer. Vandaag zijn we in de lieflijke vallei genaamd Everdell. We zijn elk leider van een groep boswezens en we hebben de belangrijke taak gekregen om een stad op te bouwen en gebieden te ontwikkelen. Dit doe je door arbeiders op een bord te plaatsen, je ontvangt grondstoffen en je gaat kaarten spelen. En wil je nou weten hoe je met jouw stad het spel kunt winnen? Kijk dan mee naar deze uitleg van Everdell. Eerst... Leg je het speelbord met deze toffe 3D-boom, genaamd de Evertree, in het midden van de tafel. Leg alle grondstoffen, zoals de takken, de hars, de kiezelstenen en de bessen, langs de oever van de rivier. Dit is de algemene voorraad. De punt- en bezetfiches leg je naast het speelbord. Schud deze kleine boskaarten en leg een aantal daarvan op de open plekken in het bos. Bij dit voorbeeld met twee spelers leg je drie kaarten neer. Bij 3 en 4 spelers leg je 4 kaarten neer. Leg de 4 gebeurtenistegels met een 3 erop naast de rivier, zoals in dit voorbeeld. Er zijn ook speciale gebeurtenistegels in de vorm van kaarten, deze schud je. Leg 4 van deze kaarten op de lagere takken van de Evertree. Schud deze gigantische stapel boswezens en gebouwenkaarten en leg er 8 open in de weide. De overige kaarten leg je als een gedekte trekstapel in de Evertree. Elke speler kiest een kleur en zet twee arbeiders in hun persoonlijke voorraad. De andere vier arbeiders van elke speler zet je op de bovenste takken van de Evertree: één bij de lente, één bij de zomer en twee bij de herfst. De speler die als laatst in het bos is geweest is de startspeler. De startspeler krijgt vijf kaarten van de trekstapel, de tweede speler zes, de derde speler zeven. En je raadt het al, de vierde speler krijgt acht kaarten. Spelers zijn na elkaar met de wijzers van de klok mee aan de beurt. Elke beurt mag je slechts één van de volgende drie acties uitvoeren. Het plaatsen van een arbeider, het spelen van een kaart of je voorbereiden op het volgende seizoen. De eerste optie is het plaatsen van een arbeider op een locatie. Dat is zo'n plek met een pootje erop om iets te ontvangen of om iets uit te voeren. Als ik hier mijn arbeider plaats, dan mag ik één hars pakken uit de voorraad en één kaart trekken van de stapel. Deze bordjes bij de acties geven dus aan wat je ontvangt. Hier krijg je bijvoorbeeld twee kaarten en dit munt symbool betekent dat je één punt krijgt uit de voorraad. Deze telt mee aan het einde van het spel. En dit mansymbool betekent dat je een grondstof naar keuze mag pakken. De veilige haven doet iets speciaals. Hier mag je een willekeurig aantal kaarten uit je hand afleggen en één grondstof ontvangen naar keuze per twee kaarten die je aflegt. Dus als ik twee kaarten afleg, mag ik één grondstof naar keuze uit de voorraad pakken. De afgelegde kaarten leg je gedekt onder het bord als aflegstapel. De reis wordt pas van belang als we in het herfstseizoen zijn, maar hierbij mag je een arbeider plaatsen op een van de locaties en verdien je dat aantal punten aan het einde van het spel. Maar je moet ook dat aantal kaarten uit je hand af kunnen leggen. In dit geval 5. Je hebt twee soorten locaties. Open locaties, te herkennen aan de halve cirkel, waar meerdere arbeiders van verschillende spelers mogen staan. En er zijn exclusieve locaties, te herkennen aan de dichte cirkel, waar maar één arbeider van één speler mag staan. Elke boslocatie kan twee keer worden bezocht in een spel met vier spelers, in een spel met twee of drie spelers. Is er slechts plek voor één arbeider. Door het spel heen ga je kaarten spelen en we gaan zo meteen wandelen hoe dat werkt, maar sommige kaarten hebben een locatie waar je je arbeider kunt neerzetten. Sommige van deze kaarten hebben ook een open symbool op de kaart staan en dat betekent dat ook andere spelers hun arbeider op de kaart mogen plaatsen en de locatie mogen gebruiken. Als iemand jouw locatie gebruikt, ontvang je wel één punt uit de algemene voorraad. En dan hebben we nog de gebeurtenistegels en de gebeurteniskaarten. Om een gebeurtenis te krijgen, moet je aan alle aangegeven voorwaarden voldoen. Bij deze Grand Tour tegel moet je tenminste drie rode bestemmingskaarten in je stad hebben liggen. En voor deze kaart heb je een monnik en een kerker in je stad nodig. Om een gebeurtenis te ontvangen, plaats je een arbeider op de kaart of tegel. Behaalde gebeurtenissen worden naast je stad neergelegd en ze scoren punten aan het einde van het spel. Elke arbeider die je bij een locatie plaatst, blijft daar staan tot het volgende seizoen. Over seizoenen volgt straks meer. In plaats van het plaatsen van een arbeider, kan je ook een kaart spelen. Je kunt een kaart spelen uit je hand of uit de weide. Als je een kaart uit de weide speelt, vul je direct weer de weide aan tot acht kaarten met kaarten van de trekstapel. Om een kaart te spelen moet je eerst de grondstoffen betalen. Zo is deze universiteit één hars en twee kiezelstenen en moeten we deze betalen uit grondstoffen uit onze eigen voorraad. De betaalde grondstoffen leg je terug in de algemene voorraad en de kaart leg je voor je neer en is het begin van jouw stad. Er zijn twee soorten kaarten in het spel: boswezens en gebouwen. Van elke unieke kaart, zoals dit unieke gebouw. Kun je maximaal één kaart in je speelgebied hebben? Voor gewone boswezens en gewone gebouwen geldt geen limiet. Je mag een boswezen gratis spelen als je het gebouw linksboven op de kaart in je speelgebied hebt liggen. Linksboven bij de zwerver staat de uitkijkpost en deze hebben we toevallig in onze stad gebouwd. Nu mogen we de zwerver gratis spelen, maar als je dit doet dan moet je wel een bezet fiche rechtsonder op de gebouwenkaart neerleggen. Je mag namelijk per gebouw maar maximaal één gratis boswezen spelen. Denk wel goed na welke kaart je in je stad wil hebben, want in je stad heb je maximaal 15 plaatsen waar je kaarten neer kunt leggen. Er zijn vijf verschillende kaarttypen. De reiziger. Deze kaart wordt direct en maar eenmalig geactiveerd bij het spelen. Productie. Deze kaart wordt meteen geactiveerd en tijdens het voorbereiden van de seizoenen lente en herfst. Dan heb je bestemming. Deze kaarten hebben locaties waar je een arbeider op kunt plaatsen. Je hebt bestuur, kaarten die je een bonus geven bij het spelen van bepaalde kaarttypen. En welvaart. Deze kaarten lever je aan het einde van het spel punten op. Tot slot kan je ervoor kiezen om het volgende seizoen voor te bereiden. Maar dit kan je pas doen als je al je arbeiders hebt gespeeld en je kunt of wil geen kaart meer spelen. In je beurt neem je al je gespeelde arbeiders weer terug. En je ontvangt een bonus voor het nieuwe seizoen. Zo krijg je één extra arbeider in de lente en activeren al je groene productiekaarten in je stad. In de zomer krijg je ook weer één extra arbeider erbij en neem je twee kaarten van de weide op hand. Bij de herfst ontvang je zelfs twee extra arbeiders en weer activeren al je groene productiekaarten. Het spel begint overigens aan het einde van de winter en eindigt zodra de volgende winter nadert. Na het voorbereiden op het volgende seizoen mag je deze beurt geen verdere acties meer uitvoeren. Zodra je het einde van de herfst hebt bereikt en je geen acties meer wil of kan uitvoeren, moet je passen en beëindig je jouw spel. Het spel eindigt echt pas als alle spelers gepast hebben. Daarna telt iedere speler de basispunten van elke kaart in zijn stad, de puntenfiches, de bonussen van paarse welvaartskaarten. De reispunten, dat is dat gebied op het speelbord waar je een arbeider of arbeiders hebt neergezet. En tot slot de gebeurtenissen. Deze tel je allemaal bij elkaar op. En dan is de speler met de meeste punten de winnaar van Everdell. Everdell heeft dus een elegant ontwerp: met niet al te ingewikkelde regels, maar toch genoeg diepgang zodat je lekker een uurtje met het spel bezig bent. En wil je toch nog meer oefenen? In je Uppie, dan is er ook nog een solo variant. En wil je meer van dit soort prachtige spellen zien, ga dan naar onze website www.whitecouplinggames.nl Vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal voor de nieuwste uitlegvideo's. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En als je vragen hebt over de spelregels, dan kan je die altijd achterlaten in de reacties onder deze video. Ik wil je erg bedanken voor het kijken en hopelijk zie ik je bij de volgende uitleg.